Hi, hier is Paul weer. Welkom bij mijn maandelijkse video over mijn YouTube-inkomen. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Ik vind dat ontzettend leuk. Ik wil jullie daar ook altijd als eerste voor bedanken. Ik kan alleen maar YouTube-inkomen krijgen dankzij jullie. Doordat jullie meedoen, reageren, abonneren, meedoen met de Geldboomshow, noem het maar op. Vind ik ontzettend leuk. Jullie maken mijn investeringsreis echt een stuk leuker. Ik hoop dat andersom ook voor jullie te doen natuurlijk. En ik heb de luxe positie dat ik er iedere maand inkomen uit ga krijgen. Inkomen vanuit YouTube, vanuit de advertenties die worden afgespeeld rond mijn filmpjes. En inkomen eventueel vanuit mijn partnerships met GetQuinn en met Fastcrafts. Wat heb ik deze maand gekregen? Dat wil ik weer laten zien. Dat wil ik nu snel doorheen fietsen. En de helft van het inkomen wil ik altijd investeren in de JGPI-ETF. Die laat ik ook kort voorbij komen. Wat is dat ook alweer en hoe is mijn positie nu in de ETF? Dus dat komt allemaal voorbij. Het hele idee ook van get money, buy income. Zorg dat je werkt, zorg dat je iets creëert. Misschien zelfs een side hustle zoals een YouTube-kanaal. Ga zoveel mogelijk van dat inkomen weer investeren in assets, in dingen die jou continu cashflow teruggeven. Dat is mijn hele idee met investeren natuurlijk en ook met dividendgroei investeren. Het kopen van cashflow producing assets, zoals dat heet met een moeilijk woord. Maar laat ik gewoon verder gaan en laat ik beginnen met wat ik heb gekregen vanuit YouTube, vanuit de advertenties die worden afgespeeld rond mijn filmpjes. Dit is YouTube Studio, dat krijg je er altijd bij als je een YouTube kanaal begint. Van hieruit beheer ik eigenlijk mijn YouTube kanaal. En ik blijf het heel simpel houden. Ik ga niks bewerken, ik ga gewoon video's uploaden. Ik kan vertellen van wanneer ze het online moeten zetten, wanneer YouTube het online moet zetten. DCA dinsdag doe ik altijd op dinsdag om 6:30. Dus dan kunnen jullie altijd een video verwachten over DCA dinsdag. Vervolgens gaan jullie kijken, kan ik daarna allerlei analytics bekijken. Dat zie je hier weer staan. Ik kan nog heel veel meer analytics bekijken, maar dat ga ik nu niet doen. Eindeloos veel analyseren, eindeloos veel statistieken. Af en toe is dat leuk om te bekijken. Verder de afgelopen maand over de 4000 abonnees heen gekomen. Vind ik ook weer een leuke mijlpaal. Blijf wonderlijk dat er mensen blijven kijken en mensen blijven volgen. Dus dank je wel. Als je nog niet geabonneerd bent, voel je vrij om dat vooral te doen. Verder nog meer analytics. Laat ik ook altijd kort zien. Hier zie je altijd een soort overzichtje over de afgelopen 28 dagen. En de afgelopen 28 dagen is natuurlijk vooral alweer november. Deze inkomsten van deze video gaan over oktober, dus eigenlijk alweer een maand geleden. Kan ik altijd de weergave zien, de kijktijduren, het aantal abonnees en de geschatte opbrengsten. Geschatte opbrengsten voor november gaan heel mooi worden. Voor oktober was het wel wat minder, moet ik eerlijk zeggen. En ik wil nog één ding laten zien. In YouTube Studio, dat is dit. Nog een mijlpaal, vond ik ook wel bijzonder. In totaal, sinds dat ik met YouTube ben begonnen, kennelijk had ik al een kanaal, of tenminste een YouTube-account of een Google-account sinds 2011. Ik ben hier ergens, wanneer was het? In augustus, september, hier was ik begonnen met een YouTube-kanaal. September, eind augustus 2022, dus ongeveer 2 jaar geleden. Toen keken er 2 mensen per dag, toen 12 mensen per dag. En inmiddels kijken er honderden mensen per dag eigenlijk. Soms zelfs meer dan 1000 mensen per dag als ik een nieuwe video upload. Dus dat blijft wonderlijk om te zien. En inmiddels ben ik over de 500.000 weergaven heen. Meer dan 500.000 weergaven klikjes op mijn video's. Dat blijft een wonderlijk getal. Je kan ook meteen zien dat ik in totaal 3000 euro heb verdiend met YouTube. Maar nu gaat het eigenlijk over oktober. Ik heb het hier gewoon ergens neergezet, geloof ik. Oktober 2024, wat ik echt heb gekregen is 204,98 euro. Ben ik weer blij mee. Dus dat ga ik zo meteen meenemen in mijn investering. Wat ik ga doen in de JGPI-ETF. Verder, omdat mijn YouTube-kanaal groeit, krijg ik regelmatig mailtjes en verzoekjes van partijen of bedrijven die met mij willen samenwerken. Ik ben 2 samenwerkingen aangegaan. Eentje is met GetQuinn, dat zullen de meeste mensen inmiddels weten. GetQuinn is een hele mooie portfolio tracker. Jullie kunnen dat gratis gebruiken, iedereen kan dat gratis gebruiken. Dan kan je jouw portfolio tracken. Houdt GetQuinn jouw portfolio bij en waar GetQuinn voor mij in uitblinkt is de dividend tracker. Daar investeer ik natuurlijk voor het groeiende dividend. Met GetQuinn kan je dat heel mooi zien. Is dat motiverend, kan je ook een beetje je vooruitgang zien. Vind ik altijd mooi om te doen. Je kan ook een mooie dividendkalender bekijken. Dan weet je precies wanneer je inkomen gaat krijgen vanuit je bedrijven, de cashflows die je per maand terug kan verwachten. Ooit wil ik kunnen leven van de cashflows van de dividenden vanuit mijn portfolio. Verder is GetQuinn ook leuk omdat jullie mijn portfolio altijd kunnen inzien. Dan mag je hier leven van dividend intypen. Zie je continu mijn portfolio. Ik ben volledig open en transparant. Je kan ook gratis meedoen met de Geldboomshow. Je kan gratis andere kijkers volgen. Het is ook een soort sociaal platform. Dus het is ook leuk als jullie elkaar een beetje gaan volgen met GetQuinn. Dat was een beetje mijn idee. Een ander idee met GetQuinn, dat het niet alleen maar een portfolio tracker is, maar ook nog een sociaal platform waar je kan leren van elkaar.
Wat heb ik gekregen van GetQuinn? Jullie kunnen mij helpen door een account aan te maken bij GetQuinn via de link in de beschrijving. Je kan GetQuinn gratis gebruiken. Je kan mijn portfolio gratis inzien. Alles of heel veel is gratis. Als je via de link in de beschrijving aanmeldt, krijg ik daar een vergoeding voor. En als je ook nog de premium versie neemt van GetQuinn, kan je ook doen. Ben je totaal vrij in. Niks moet, alles mag bij mij. Krijg ik daar nog een extra vergoeding voor. En zo kan ik geld verdienen met GetQuinn. Wat heb ik de afgelopen maand gekregen? Dat is dit, €73,50. Dus €200 via YouTube, via de advertenties, €73 met GetQuinn in de afgelopen maand. FastCrafts is ook meer geworden. Heel lang stond FastCrafts op $43. Laat ik eerst nog even laten zien wat FastCrafts is. Dat is dit. Ik denk een hele mooie tool om aandelen te kunnen analyseren, om een gevoel te krijgen voor waarderingen, voor de free cashflow, dividendveiligheid, historie van het dividend. Je kan heel veel zien met FastCrafts. Ik laat het vaak genoeg zien op mijn kanaal. Jullie kunnen ook een FastCrafts account aanmaken via de link in de beschrijving. Dan kan je 25% korting krijgen op een FastCrafts abonnement. Ik weet dat FastCrafts niet heel goedkoop is. 25% kan daarmee best wel veel schelen. Je bent helemaal vrij om te doen of je dat wil doen. Maar dat is ook een mogelijkheid. En als mensen via mijn link aanmelden, kan jij 25% korting krijgen. FastCrafts krijgt er een nieuwe abonnee bij. En ik kan er ook wat krijgen als een soort commissie, in de vorm van commissie. Wat heb ik gekregen met FastCrafts tot nu toe? $173,59. Ik krijg bij FastCrafts uitbetaald als ik meer dan $100 heb verzameld aan affiliate inkomen, zeg maar, als ik het zo mag noemen. Dat is nu het geval, maar dat krijg ik pas een maand later. Dus dit komt eigenlijk pas in december binnen. Dus dat neem ik niet mee in deze video. Verder krijg ik uitbetaald bij GetQuinn als ik meer dan €50 per maand heb gekregen. Dat is het geval, dus hier heb ik uitbetaald van gekregen. En bij YouTube krijg je iedere maand uitbetaald als je meer dan €70 hebt. Dat is ook het geval, dus ik heb dit gekregen in totaal over oktober. €204 van YouTube, €73 van GetQuinn. Nog niks van FastCrafts, maar dat gaat dus wel komen. Dat komt volgende maand. Voor deze maand, of nu heb ik een uitkering gekregen van €278,48. Daar ben ik weer heel blij mee. En mijn hele idee, wat ik al zei, get money, buy income. Ik neem dit inkomen niet voor lief. Het inkomen fluctueert ook elke maand wat ik krijg vanuit YouTube, vanuit GetQuinn of vanuit FastCrafts. Ik vind het allemaal prachtig. Ik neem het niet voor lief. Daarom zeg ik altijd get money en buy income. Dat hou ik voor mezelf tenminste zo. Als ik geld verdien, wil ik dat eigenlijk zoveel mogelijk investeren in assets die mij continu cashflow teruggeven. Dat doe ik hierbij door het kopen van de JGPI ETF. Dat wil ik elke maand doen met mijn YouTube inkomen. €140 heb ik overgemaakt naar de Giro. Ik had op de Giro nog €46 staan. Dat komt vanuit dividenden, vanuit mijn posities die ik heb staan op de Giro. Dus in totaal €140 heb ik overgemaakt. Dat is de helft ongeveer van dit. Plus €46 is in totaal €186 als ik het allemaal goed uitreken. Dat kan ik investeren in de JGPI ETF en dat heb ik ook gedaan. We gaan nu kijken naar mijn DeGiro account. Op dit account staan 3 posities van mijn totale portfolio. De rest staat allemaal op Bucks. Hier heb ik Agri Realty staan, Mid-America staan en de JGPI ETF. De JP Morgan Global Equity Premium Income ETF. €186 had ik staan. Wat ik mocht investeren, daar heb ik net 7 aandeeltjes van de JP Morgan Global Equity Premium Income ETF van kunnen kopen. 7 keer 25, het was €177 geloof ik. Ik heb nog €5 over voor de volgende keer, voor volgende maand, dan ga ik weer meer kopen. Inmiddels heb ik 71 van die dingetjes van de JGPI ETF. Elke maand komt daar cashflow uit, dat kan ik hier ook alweer zien. Komende maand komt er ook weer cashflow uit. €9,40 mag ik verwachten. En dat komt dan binnen op 6 december. Dat was over 64 aandelen. Inmiddels heb ik 71 aandelen. Dus de maand hierna ga ik weer meer krijgen. Het is een soort streven van mij om een keer over een tientje te komen. Dat moet misschien wel in januari gaan lukken. Dus dat is leuk dat deze positie groter en groter wordt. En deze positie van inmiddels ongeveer €1800 heb ik dus volledig opgebouwd vanuit mijn YouTube inkomen. En vanuit geherinvesteerd dividend af en toe vanuit Agri en van Mid-America. Maar je zal het idee begrijpen. Dat vind ik ontzettend leuk. Steeds meer cashflows vanuit mijn YouTube kanaal eigenlijk. Verder de JGPI ETF. Wat is het ook alweer? Nou, het is ongeveer dit. Dit laat ik eigenlijk iedere maand zien. Maandelijks inkomen. Ik verwacht 6-8% geannualiseerd dankzij dividend en covered call opties. Beetje koersappreciatie zit er ook bij. Dat is heel erg belangrijk. Je wil altijd dat de net asset value van een covered call ETF groeit over tijd. Zodat ook je uitkeringen kunnen groeien over tijd. Je hebt ook covered call ETF's waarbij de NAV, de net asset value, continu minder wordt. Dan krijg je dus eigenlijk continu minder dividend. Dat is eigenlijk niet wat je wil hebben. Ik wil het allebei zien.
Ik wil en een stevig inkomen zien en koersappreciatie over tijd. Ook al zal dat ook schommelen natuurlijk. Maar dat is wat ik wil en waarom ik de JGPI ETF mooi vind. Europese variant van de JEPI en de JEPQ, heel populair in de Verenigde Staten. Ik heb gehoord dat de JEPI en de JEPQ ook naar Europa komen. Als dat het geval is, kan je daar ook in investeren. Er zit een klein verschil in. Eigenlijk is het idee allemaal hetzelfde. De JEPI heeft als benchmark de S&P 500. De JEPQ heeft als benchmark de Nasdaq. En de JGPI, die ik koop, heeft als benchmark, dat kunnen we meteen zien als we gaan naar de site van deze ETF, heeft als benchmark deze, de World Index. Dat is het verschil. Verder is het eigenlijk precies hetzelfde. Je krijgt inkomen vanuit dividenden, vanuit het portfolio. We kunnen ook het portfolio zien. Dan kan je de top 10 holdings zien. Je kan ook alle holdings bekijken. Uit deze holdings komt dividend uitvallen. Dat wordt aan jou uitgekeerd. En verder schrijft JP Morgan, hoe noem je dat? Covered call opties over deze index. Daar krijg je covered call inkomen uit. Samen krijg je daardoor iedere maand inkomen. Iedere maand komt er dus inkomen uit. Je kan ook kijken wat de dividendhistorie is over tijd. Ik heb gezegd wat ik verwacht. 6-8% dividend maandelijks uitgekeerd. En dan geannualiseerd dividendrendement van 6-8%. Dat lijkt ongeveer te kloppen. Ook voor de nieuwe maand. Dividend yield 7,2% annualized. Lijkt ongeveer te kloppen. Tussen de 6-8% dividend iedere maand weer uitgekeerd. Daar word ik blij van. Inmiddels ook 11 maanden aan dividenduitkeringen gekregen als ik het optel. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nog één uitkering en dan weten we eigenlijk wat we in één heel jaar krijgen. Ook al fluctueert dat wel maand over maand natuurlijk. Maar dat zou leuk zijn. Dan bestaat deze ETF eigenlijk één jaar. Komt er één jaar lang maandelijks inkomen uit. Deze ETF is nog vrij nieuw. Dus dat is eigenlijk deze ETF. Wat moet ik er nog verder nog over vertellen? Oh ja, redelijk lage kosten. 0,35% voor een actief gemanagde ETF. Gevestigd in Ierland. Dat is heel gunstig voor de dividendbelastingen. Die zijn er namelijk niet. Leuke, veilige kennismaking voor mijn kanaal met call opties. Ik krijg nog best wel vaak de vraag, waarom schrijf je geen covered call opties over jouw aandelen van bijvoorbeeld NN Group of van over ASR? Dat wil ik niet doen, omdat ik ontzettend blij ben met mijn posities van ASR en vanuit NN. Ik ben ontzettend tevreden over de returns die ik verwacht met dividend, dividendgroei en buybacks. Ik wil helemaal niet het risico lopen dat ik die aandelen moet verkopen voor iets meer covered call inkomen, zeg maar. Dat is waarom ik geen covered call schrijf over mijn individuele posities. Wel vind ik covered call opties zo interessant dat ik er een ETF voor wil uitzoeken. En ik denk dat de JGPI, naar mijn idee, een mooie ETF daarvoor is. JGPI levert maandelijks steady, stevig inkomen. Ook wanneer de markt zijwaarts of neerwaarts beweegt. Waarschijnlijk krijg je wel een underperformance in total returns wanneer de markt het goed doet. Dat komt door de structuur van covered call opties. Ik ga het niet helemaal uitleggen. Als je er meer over wil weten, laat ik altijd deze video zien. Dit is Hamilton Rayner. Dat is de beheerder van de JEPI, de JEPQ en ook de JGPI. Vanuit zijn hoofd eigenlijk, zijn gedachten, zijn deze ETF's opgesteld. Hij legt precies uit wat covered call opties zijn, wat de bedoelingen is van deze ETF's, wat het doel daarmee is, hoe het allemaal werkt. Ik heb altijd een linkje van deze video in de beschrijving van deze video over mijn YouTube inkomen. En over de JGPI, het duurt iets van 3 kwartier geloof ik. Als je er alles over wil weten, ga vooral deze video bekijken, dan weet je een stuk meer. En kan je ook bedenken of het voor jou een mooi instrument is om in te investeren. Dit is het eigenlijk alweer. Ik kan er nog heel veel langer over praten, dat ga ik niet doen. De JGPI ETF is weer gekocht. Ik heb mijn YouTube inkomen weer gekregen en geïnvesteerd in nog meer aandelen. Nog meer cashflow producing assets, zoals dat heet. Nogmaals bedankt. Bedankt voor het kijken, voor het abonneren, voor het meedoen. Ik ga het hierbij laten. Ik wens jullie nog een mooie donderdagavond. Misschien ben ik er het weekend nog met een nieuwe video. En anders sowieso tot dinsdag. Tot volgende dinsdag met deze jaar dinsdag. Nogmaals bedankt. Tot de volgende keer. Doeg.